Goeiedag, vanavond is het natuurlijk Halloween night en Roosmarijn had het idee om een leuke Halloween verwachting op te gaan nemen. Maar ik heb al een tijdje niet gesproken, ze had een speciaal plekje uitgezocht en ik vind het toch wel een beetje, ja, een beetje vreemd hier. Oh jee! Oh jee, Roos, wat is er gebeurd? Raymond, ik ben hier! Dat ging niet helemaal goed! Wat is er gebeurd dan? Ja, ik wilde een speciaal weerbericht voor Halloween opnemen, maar er stond een boom in de studio en de kijkers konden de weersymbolen niet zien. Dus die wilde ik omzagen, maar de zaag heeft me geraakt. Ik ga je fixen, Roos, maar ik ga dan wel eerst even het weerbericht vertellen aan de mensen. Want ja, ze willen natuurlijk wel weten wat voor weer het wordt met Halloween vanavond. En dat ziet er best goed uit, want het blijft overal droog. De temperatuur die ligt vanavond zo rond de 14 graden. Er zijn wolkenvelden en opklaringen. En dat betekent dat de maan ook te zien is. Extra spannend wordt het dus. Kortom, het ziet er goed uit. Pas aan het eind van de avond gaat het in het zuiden een beetje regenen. Maar waarschijnlijk is iedereen dan al binnen. Ik ga je fixen, Roos. Oh, dankjewel. Gaat het een beetje, Roos? Oh ja, een beetje. Ik heb hier, een glaasje water. Dankjewel. Ga je snel vertellen wat de middags is en dan gaan we verder. Ja, dames en heren, het weer voor de komende dagen, daar kan ik kort over zijn. Het wordt een stuk wisselvalliger, het gaat ook stevig waaien en de temperatuur gaat geleidelijk... Het gaat niet goed, Roos. We moeten echt even naar de dokter toe. Kom.